allemaal, ik ben Vicky Vermeijren en in deze video wil ik je een aantal tips meegeven voor een nieuwsbrief die effectief wat oplevert. This is the boost for your business, your beauty business boost. De eerste vraag die heel veel mensen me stellen wanneer ik het heb over het sturen van een nieuwsbrief in je hele marketingplanning is voornamelijk: een nieuwsbrief, is dat nog wel van deze tijd? Wordt dat nog wel gelezen? Wel ja, inderdaad. Een nieuwsbrief wordt nog gelezen, maar wel op een aantal voorwaarden. En als je die voorwaarden in acht neemt en gewoon echt een goede nieuwsbrief naar jouw klanten kan sturen, dan wordt die gelezen en dan geven klanten daar ook wel gevolg aan. En ik ga je in deze video een aantal tips meegeven. Mijn eerste tip is dat je je nieuwsbrief een duidelijk doel meegeeft. Kijk, wij krijgen allemaal heel veel nieuwsbrieven binnen en vaak ook echt in onze spambox. En dat komt omdat heel veel nieuwsbrieven schreeuwen met acties, promoties, kortingen. En dat zijn helaas wel de nieuwsbrieven die niet zo vaak geopend worden en niet net in de spammail terechtkomen. Maar stel dat jij aan jouw nieuwsbrief echt een duidelijk doel kan meegeven en je klanten echt meer informatie en tips kan meegeven, dan creëer je een nieuwsbrief die wel geopend wordt en dat je klanten zelfs uitkijken naar je volgende nieuwsbrief. Je kan dan uiteraard nog wel een korting of een actie in de nieuwsbrief stoppen of meer informatie over je producten en behandelingen mee in de nieuwsbrief insturen, maar als je echt een duidelijk doel geeft aan die nieuwsbrief, en bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, nu rond deze feestperiode die eraan komt, een nieuwsbrief zou sturen met tips in over hoe jouw klant kan stralen tijdens de feestdagen. Dat is een nieuwsbrief die zeker opengeklikt kan worden en waar ook ruimte is voor het maken van reclame. Mijn tweede tip sluit daarbij aan en dat heeft te maken met de titel van de nieuwsbrief. Wanneer er in jouw titel woorden staan als gratis, actie of promotie, dan zijn die nieuwsbrieven gevoeliger om in een spambox terecht te komen. Ook dus die titel van een nieuwsbrief is best wel belangrijk dat je daarover nadenkt. Want op basis van die titel beslist je klant, ik ga die nieuwsbrief openen of niet. Houd je onderwerpregel dus vrij kort. Maximum een 50-tal tekens is ideaal. En uit ervaring weet ik dat bijvoorbeeld het stellen van een vraag in die onderwerpregel wel goed scoort. Mijn derde tip is dat je probeert om zoveel mogelijk van jouw huisstijl, zijnde jouw kleuren en jouw lettertypes, in jouw nieuwsbrief te verwerken. Op die manier weet de ontvanger direct dat die nieuwsbrief van jou komt en kan die dus beslissen op die basis of ze de nieuwsbrief leest, ja of nee. Eén ding moet je echt wel vermijden. En dat is dat je je nieuwsbrief laat bestaan uit één foto. Soms zie ik het al eens gebeuren dat er bijvoorbeeld een flyer wordt meegestuurd met een nieuwsbrief, maar bijvoorbeeld mijn mailboxsysteem waarin ik mijn mails ontvang, downloadt niet automatisch afbeeldingen. Krijg ik dus zo'n nieuwsbrief binnen, dan is dat gewoon een lege nieuwsbrief zonder tekst. Dat is natuurlijk ook jammer. Probeer in je nieuwsbrief dus een mooie balans te vinden tussen effectief geschreven tekst en foto's. En nog een laatste tip die ik graag wil meegeven voor een succesvolle nieuwsbrief, is dat je daar een call to action in opneemt. Namelijk dat je daar zoveel mogelijk klinkbare knopjes in probeert te verwerken. Dat kan een linkje zijn naar je website, naar je Facebook, naar je Instagram, noem maar op, naar je online boeking bijvoorbeeld. Maar neem die knoppen daarin op, vergeet dat niet. Je wil je klant namelijk een soort van opdracht meegeven over wat ze moeten doen na het lezen van jouw nieuwsbrief. Bijvoorbeeld een afspraak boeken of jou volgen op jouw Instagram-account. Dus vergeet de call to action niet. Zo, dit waren een aantal tips voor het sturen van een goede nieuwsbrief. Voor meer info, surf naar vickyvermeijren.be en schrijf je in voor mijn nieuwsbrief als je op de hoogte wilt blijven van mijn laatste tips en tricks. En ik wil jou alvast hartelijk bedanken voor het kijken en ik zie je natuurlijk heel graag terug in de volgende video. Dag!